Draai je hem erin? Ja, je kan hem starten. Stap 1 is voor elkaar. La moment suprême. Er zit nog wel geen ethanol in, maar we hebben in ieder geval een nieuwe injectie. Het gaat de goede kant op. Dit is een goed teken. Ringetje om. Deze wordt verwisseld nu. Toch? Dit is een vlotter, die drijft in die benzine. Ja, en als dat... Als die omhoog drijft, dan drukt hij dit dicht. Ja. En dan kan er geen benzine meer ingepompt worden door de benzinepomp. Even voelen. Ik krijg een kleine injectie. Nou, het moment is hier, Jeroen. We hebben alles gedaan wat we moesten doen. We gaan nu ethanol tanken. Le moment suprême. Belangrijk moment. Dit gaat goed. E85, 15% benzine, 85% ethanol. En je wordt al dronken als je erboven hangt. Dus ik kan nu starten, zeg jij? Ja. Here we go. De ethanol zijpelt door de aderen van deze eend. Zo loopt hij lekker. Ja, dat is wel het luchtje. Ja. De benzinemeter staat nog op nul. Hij rijdt echt fantastisch, trekt snel op, rijdt lekker stationair. En we gaan nu op weg naar Agros Oil. En daar gaan we zelf ethanol tanken. Ik rijd nu dus 6 keer schoner dan dat ik normaal zou doen als ik gewoon op benzine zou rijden met deze auto.